Ja, vrienden, hebben jullie het gezien? Op voorpagina Telegraaf, ja, met koeienletters en allemaal commentaren erbij en grote verhalen. En grote nieuws. Ja, en daar komt ie, het grote nieuws was, ja, het vertrouwen in de Nederlandse politiek, het vertrouwen in de politiek is op een absoluut dieptepunt. Ja, hè? Wat een nieuws zeg. Nou, is dat alles van mij? Vrienden, dat weten wij toch al lang. Natuurlijk is het vertrouwen in de politiek op zijn allerdiepste punt. Maar dat is al een hele tijd aan de gang, vrienden. Dat is al jaren zo. En dat komt gewoon heel simpel omdat ze niet doen waarvoor ze gekozen zijn in Den Haag. Nee, ze zijn gekozen om hun best te doen voor de burger van Nederland. En om zich helemaal 100 en nog meer procent in te zetten. En dat doen ze gewoon niet. Nee. Dus ja, dus wat al die dingen die er spelen. Noem het allemaal maar op. Is het niet klimaat? Dus is het wel de woningbouwer? Weet ik van die. Weet je wel. De benzineprijs. De immigratie. Al die dingen die allemaal aan de gang zijn. En dan vergeet ik er waarschijnlijk nog één. Wat denk je van Schiphol? Ik ga zo maar door. En daar wordt dus gewoon niks aan gedaan. Groningen heb ik nog gemist. Dit wordt gewoon niks aan gedaan. Laat gewoon maar lopen. Gewoon. Ga je gang maar. En dat komt alleen maar zuiver. Ze zijn alleen maar met elkaar bezig. Ja, ze zijn bezig met hun spelletjes. Ja, en met hun positie in de politiek. En waar zit ik in de macht? En hoe zit het dan? En daar zijn ze al helemaal mee bezig. En elkaar zwart maken. Dat is wat hun... Dat zit in hun hoofden niet van... Hoe kan ik nou het leven van die burger beter maken? Hoe kan ik Nederland beter maken? Daar zijn ze niet mee bezig. En daarom is iedereen... Ja, jullie en ik helemaal klaar. Ja, klaar met die politiek. Helemaal geen zin meer in. Geen vertrouwen meer in. En dat, ja. En daar komt de Telegraaf nu mee. Maar dat weten we al heel lang. Ach, vrienden, kom nou toch. Want ze zijn alleen maar bezig met dit. En met Nokia Gate. En met zus Gate. En met die licht. En met dat. En daar hebben ze alleen maar debatten over haar toch op. Het lijkt helemaal nergens op. En nou ja, en wat ik daar graag had gezien. Ja, dat de Telegraaf was gekomen. Gewoon met een andere enquête. De Telegraaf had gewoon moeten komen nu met de enquête. Hoeveel procent van de Nederlanders gaat bij de komende Kamerverkiezingen nog stemmen? Dat had ik nou willen weten. Ja, die uitslag. Daar zou ik benieuwd naar zijn geweest. Dat was nieuws geweest. Want dan had je gezien hoeveel Nederlanders hadden gezegd. Ja, maar dag. Kijk, zie je hem? Haha, Den Haag. Hé, Den Haag. En deze ook. Zie je hem? Ja, een lange neus trekt iedereen. Straks bij die verkiezingen. En dan zullen ze de politiek afstraffen. Ja, en dan zullen ze laten weten van... Jullie hebben ons allemaal laten zakken. En nu gaan wij jullie laten zakken. Want als jullie ons niet serieus nemen... Dan nemen wij jullie helemaal ook niet meer serieus. En dat verdient de politiek.